Ik heb impact eigenlijk gezien als eerst iets wat heel erg apart stond. Het was vroeger een soort CSR-afdeling. Of we deden een beetje filantropie. En vandaag zie je eigenlijk dat impact echt geïntegreerd is geworden in uh, alle beleid. Het zit in de boardroom, het zit in de C-level. Er wordt gekeken van hoe kunnen we eigenlijk uh, zowel de negatieve impact gaan uh, reduceren, maar ook duurzaamheid als een soort businesskans gaan zien. En hoe gaan we daar ons businessmodel op gaan aanpassen op die veranderende wereld. Die veranderende wereld vanuit noodzaak, maar ook vanuit. Uh, Klantenbehoeften, medewerkersbehoeften. En je ziet dat impact eigenlijk veel meer geïntegreerd is. Het is niet meer iets apart, maar het zit eigenlijk in iedereen zijn job en in iedereen zijn bedrijf of in iedereen zijn uh, familie. En natuurlijk ga je zien dat er steeds meer normen zijn die gaan uh, veranderen. En we vinden het net zoals bijvoorbeeld bij roken, heel normaal vandaag de dag dat we niet meer roken. En op dezelfde manier denk ik dat impact eigenlijk genormaliseerd gaat worden. We gaan het normaal vinden dat we rekening houden met planeet of met societal issues wanneer we beslissingen nemen. Dus de ambities gaan steeds groter worden. En ik verwacht dat daar waar vroeger geld vooral een status was, dat we naar een wereld gaan gaan waar impact, well-being veel meer statusdrivers gaan worden. En dat impact dus eigenlijk van iets apart naar iets geïntegreerd zal geraken.